Mensen, welkom allemaal bij deze instructievideo over de rechteronderhoek, het invullen daarvan. Specifiek over de rechteronderhoek in het Windesheim template. Dat is even belangrijk. Rechteronderhoek kun je op veel verschillende manieren invullen. Deze video gaat specifiek over het Windesheim template. Dus ik heb hier een tekening staan, rechts onderin, rechteronderhoek. Dan zie je een aantal zaken die ingevuld moeten worden en dat doen wij binnen het Windesheim template via de optie Properties. Die vind je onder File en dan Properties. Ik heb hem onder sneltoets P gezet. Die sneltoets kun je zelf aanmaken, mocht je dat willen. Dus Properties. En die Properties die worden ingevuld zowel in de drawing als in het Part of Assembly waar je een tekening van maakt. Dus bij beide kun je zaken invullen en die worden rechtstreeks hier in de rechteronderhoek geplaatst. Dus laten we even beginnen bij de properties van de tekening. Ik zit nu dus in een drawing, open ik de properties. En dan zie je hier dus een aantal zaken staan die specifiek zijn voor het Windesheim template. Dus ik kan hier de naam invullen van de controleur, revisienummer, datum van de revisie. Nou, het format, dat is standaard bij tekening, daar hoef je niet zoveel aan te doen. Hier zit nog een extra tabblad, summary. Dan kun je dus de tekenaar invullen. Dus stel, ik voer daar even docentcode in. Dan wordt die rechtstreeks toegevoegd. Dan zie je daar, tekenaar is nu mijn docentcode. Datum wordt automatisch ingevuld. Dus dat is één ding. Vervolgens hebben we dan binnen het part waar ik een tekening van heb gemaakt. Dus die kan ik hier openen. Dat part, rechtermuisknop. Heb ik dus ook diezelfde optie, File Properties. En dan kan ik ook een aantal zaken invullen. En nu even opletten dat dit dus, deze tabbladen zijn dus nogmaals Windesheim specifiek. Hier de summary, zie ik de tekenaar invullen. Hier een titel van het object. Stel dat we deze even een blok noemen of zo. En bij die custom zie je ook een aantal zaken staan. En deze... Deze eigenschappen, die worden dus één op één in de rechteronderhoek gekopieerd. Even opletten, hier staat een soort programmeercode. En daar moet je niet aan rommelen, want die is specifiek doorgekoppeld. Dus als ik dit blok een materiaal geef, dan via deze code wordt dat materiaal in de rechteronderhoek gezet. Hetzelfde geldt voor gewicht. Nou, hier zie je een aantal zaken staan, die kun je dus wel veranderen. Hogeschool Windesheim, afdeling werkgebouw, redelijk standaard. Een afwerking kun je hier invullen. Deze zijn weer gekoppeld via SolidWorks. Hier een project. Dus stel dat ik deze, dat het een testproject is. Maak ik daar test van. Hier kan ik een tekeningnummer invullen. Kun je dus zelf bepalen dat nummer. Die nummering, daar hebben we het al eens over gehad. Hier dus of het een maak- of verkoopdeel is. Die komt straks in de Bill of Material. Dan kun je dus zien of het een maakdeel of verkoopdeel is. Nou, stel dat het een maakdeel is. Oké. Even updaten. Ga ik naar de tekening. En dan zie je dus hier rechts onderin dat die zaken ingevuld zijn. Dus ik had het project dat ik test genoemd. Titel is blok. Materiaal wordt allemaal automatisch doorgeschoven. Design, dus de ontwerpen. Mijn docentcode. Tekeningnummer. Nou, en het maak-koopdeel dat komt pas in de bill of material van de samenstellingstekening. Staat niet op de monotekening. Maar al die informatie dus graag via file properties invullen. En niet in de rechteronderhoek zelf dingen gaan invullen met de hand. Want dan daar is het. Eigenlijk is dit het systeem zoals wij werken. Dus via file properties en dan wordt automatisch ingevuld. Dus hopelijk op deze manier kunnen jullie de rechteronderhoek invullen. Dus ik zou zeggen succes en probeer het maar eens even of het lukt.